Springruiter Jur Frieling uit Holwierde vierde vele grote successen met zijn toppaard VDL Boobaloo. Maar aan de samenwerking komt na dit weekend in Genève een eind, want de 14-jarige hengst gaat met pensioen. Is hiermee dan ook het succes van Stal Frieling verleden tijd? De eigenaar van Boobaloo, van de Lageweg in het Friese Beers, geeft het antwoord. Hier hangt de zilveren medaille die Boobaloo gewonnen heeft met Jur in Londen op Olympische Spelen. Dit is de trofee die hij gewonnen heeft in Barcelona in de Super League finales. Dit is de gouden medaille die Boobaloo met Jur gewonnen heeft op de WK in Frankrijk. Echt een teamlang, denkt hij. En dat is natuurlijk hoe wij, ja, ons bedrijf eigenlijk ook werkt. Je moet het met z'n allen samen moet je doen. En ik denk Frieling er een typisch voorbeeld van is. Nu je ziet hoe die met de medailles ons aan het geven, zeg maar, dat is, dat is gewoon, ja, dat tekent de mens. Het is een staal waar, hier begint eigenlijk alles. Dit zijn alle drachtige medisch. Het is een nieuwe staal, die zijn alle eenjarige hengsten, die twee jaar waren. Waar de sportpaarden voor de toekomst eigenlijk tussen moeten zitten. Dit is de hengstenstaal, hier komt Boobaloo straks, dat hij vier terugkomt. Deze box is strak voor Boobaloo. Hij staat hier tegenover Cadento. Dus de zilveren medaille winnaar van Athene, Olympische Spelen. Tegenover de Boobaloo, dus de winnaar van de zilveren medaille van de Londen Olympische Spelen. Wat voor leven gaat hij hier tegemoet? Een heel goed leven. Ja. Dit is de dummy. Hier wordt, elke morgen wordt hier sperma opgevangen van de hengsten. En Boobaloo moet dat straks dus hier ook weer doen. En vanaf hier wordt de sperma gevangen, dan gaat het laboratorium. En vanuit het laboratorium gaat het over de hele wereld. De sperma van Boobaloo weer, hoop ik. Ik denk dat Scirocco op het moment, en dan doe ik een paar andere paarden nog op stal staan. Dus Flashdance en het is Afal en Dallas en Glasgow en er komen nog weer nieuw aan. Dus hij krijgt van ons alle steun om in de top te blijven rijden, Jur. Dit is de hal waar de jonge paarden opgeleid worden hier. Dit zijn allemaal toekomstige Grand Prix paarden weer. En hopelijk zijn er de nieuwe opvolgers voor Boobaloo hier ook weer bij.